Hi en leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben ondertussen eventjes mijn make-up aan het doen. En daarna is het weer tijd om aan het werk te gaan. En ik neem jullie weer een dagje mee. En we zijn weer in de winkel, dus ik ga opstarten en dan lekker aan het werk. We zijn ondertussen een paar uur verder en ik ben in de klas, want ik ga even water geven, plukken en de nieuwe handel erbij inzetten. Die staat hier achter mij. Dus aan de slag. Heb jij nou zelf bloeiende plantjes in je tuin of in je potten staan? Loop dan regelmatig langs en pluk eventjes de uitgebloeide bloemetjes eruit. Zo hebben de bloemetjes weer nieuwe kracht om te bloeien en zul je ook zien dat ze elke keer weer nieuwe bloemen geven. Dan heb je er echt super lang plezier van. De kast is weer helemaal klaar en netjes. Dus hier achter mij ook weer alles weer mooi. En hier weer allemaal vaste planten. Achter mij is ook weer netjes. Alles heeft water en is geplukt. Dus dat lijkt altijd weer mooi. En dan zit de dag er ook alweer op. Dus dat ging snel. Jullie zien me morgen weer. Goedemorgen, het is vrijdag. Weer een nieuwe dag. Dus we kunnen weer aan het werk. Ik ga buiten zitten en aan het werk. Kom zo met verse bloemen. Dat wordt elke dag geleverd, dus wel leuk. De emmers staan al klaar. Ik dacht dat laat ik jullie even zien als die er straks is. Zo, ik ben nu in de vrachtwagen en we gaan lossen. Heel veel mooie bloemen weer, allemaal vers. Elke dag vers gebracht, dus we gaan het gauw naar binnen brengen. Staan er weer allemaal mooi in. Echt, ik vind dit al het mooiste. Hè? Als alles er weer mooi in staat, mooi strak op kleur. En ja, dan kunnen we weer verder met boeketten maken. Dus dat ga ik zo doen. De stagiair is ondertussen bezig met de kast opnieuw inrichten. Dat is een opdracht voor school. Ja, ze moet een nieuwe presentatie maken en daarbij passend bloemwerk wat dan opvalt en uitspringt. Dus ze gaat de hele kast leeghalen. En dan gaat ze opnieuw decoreren. Hè? En ik dacht, dat is ook wel leuk om aan jullie te laten zien. Ze is er al mee bezig. Het staat nu allemaal nog een beetje door de war. En dan gaat ze nou straks weer allemaal mooi maken. En ondertussen ben ik bezig met stukjes maken voor de winkel. Met snijbloemen, dus dat is ook leuk. Hier een mooie vaasje staan en die ga ik even vullen. En de pioenrozen zijn er weer. Echt super mooi. Echt vind het een van de mooiste bloemen. Zo bijzonder dat uit zo'n knopje zo'n bloem kan komen.
Wat is jullie favoriete bloem? Laat hieronder even weten. Dan ben ik wel nieuwsgierig naar. Dat waren weer twee normale werkdagen. Geen bijzondere dagen, maar wel gewone werkdagen voor mij. Maar het is misschien ook wel leuk om te zien hoe mijn dagen er zo uitzien. Vanaf nu komen er ook weer meer cursussen over bloemschikken online. Dus dat is ook leuk. Vond je het nou leuk, doe een duimpje omhoog en abonneer gratis. Dan blijf je op de hoogte. En dan zie je me de volgende keer weer. Doeg!